Crop Solutions adviseert OCI Exocode voor maximale lengtewerking. Ook beter bemesten? Ga naar cropsolutions.nl. Dirk Duijzer is sinds begin dit jaar de nieuwe voorzitter van topsector Agri & Food. Welke koers gaat hij varen en wat gaan de boeren daarvan merken? Hij zal het antwoord geven, maar hij zit hier naast mij. Welkom. Voor de mensen die u niet kennen, oud-directeur bij de Rabobank, verantwoordelijk voor bestuurszaken en coöperatie en Food & Agri. Daarnaast oud-voorzitter van Productschap Tuinbouw en u was algemeen directeur van LTO Nederland. Nu dus het boegbeeld van de topsector. Als we even kijken naar uw voorganger, Al Dijkhuizen. Hij richtte zich vooral op innovatie, internationale samenwerking en export. Dat zijn ook de belangrijkste taken die steeds gedefinieerd zijn rondom de topsectoren. Er zijn er zo'n 9-10 in Nederland. En vanuit economische zaken, nu ook vanuit economische zaken en LNV, wordt het van belang geacht dat Nederland bekend staat op de kaart in Europa, in de wereld, als een innovatief land. Dat geldt ook voor de landbouw. Vinden we allemaal belangrijk. En dat vraagt ook ondersteuning, want bedrijven doen zelf al heel veel aan innovatie. Maar een steuntje van de overheid in de rug is belangrijk. Dus ik zal ook aandacht blijven besteden. Maar wat zijn uw eigen speerpunten? Aan innovatie en ik zal ook aandacht blijven besteden aan internationalisering. Maar mijn speerpunt is om meer dan in het verleden ook de primaire sector erbij te betrekken. Te kijken of dus processen vereenvoudigd kunnen worden. Want er zit best een hobbel in die administratieve kant voordat de primaire sector aan kan sluiten. En die hebben vaak niet zo'n ingewikkeld apparaat in huis om dat te kunnen doen. En dan zie je dat groot bedrijf makkelijker er gebruik van maakt dan de primaire sector. Dus dat staat op de agenda van de eerste vergadering die nog moet komen. En de tweede is van belang dat we ook zullen kijken naar de maatschappelijke problemen en de maatschappelijke impact. Dus als we dan praten over bijvoorbeeld onderzoek wat nodig is om zo'n stikstofproblematiek beter te handelen, dan zullen we ook daar aandacht aan gaan besteden. Ja. En wat gaan de boeren en het bedrijfsleven daarvan merken de komende tijd? Ja, kijk, in de eerste plaats is natuurlijk, het speelt zich vaak een stukje verder af van het erf. Hè. Als je praat over hoe worden de producten in het buitenland gewaardeerd en hoe vers ziet het eruit, hoe ziet de verpakking eruit, hoe schoon is het allemaal, wat voor garanties zitten erbij. Dat zit natuurlijk heel vaak in bestaande onderzoeksprogramma's. En ik kom net uit de Groene Wogge vandaan, afgelopen week, daar ben je toch wel heel erg trots op de Nederlandse producten. Als je dan de Nederlandse stand ziet en wat die agrarische sector produceert en kan presenteren, dat heeft echt wel grote waardering in Duitsland. En ik vond ook dat wij de mooiste stand hadden van de Groene Wogge. En vonden trouwens meer mensen, gelukkig. Dus dat ziet er heel mooi uit. Dat moet blijven. Uiteindelijk laten de cijfers van het CBS zien afgelopen dagen dat wij nog steeds een geweldige exportpositie hebben met 4,6% groei ten opzichte van 2018. Dus voor ons ook heel belangrijk, want mocht die export in elkaar zakken, dan hebben we dat natuurlijk ook in de portemonnee direct te voelen als boeren en tuinders. En we zullen natuurlijk na moeten denken over hoe kunnen we op het boerenerf toekomst hebben. En hoe kan daar de marge verbeterd worden? En wat kunnen we daarin bereiken? Ja, u noemt al de exportcijfers. De export neemt toe, maar ook de import neemt toe. Vervolgens wordt vanuit de overheid worden de boeren gestimuleerd om de omslag naar kringlooplandbouw te maken. De ketens daaromheen wordt vervolgens gevraagd om de boeren erbij te ondersteunen. Ze worden dan bijvoorbeeld ook boeren gepusht om de stikstofuitstoot terug te dringen. Bijkomend puntje erbij. Maar welke rol ziet u hierin voor de topsector? Nou, ik zie denk ik, als je zo'n maatschappelijke problematiek als de stikstof beetpakt, dan en je zoomt dat nader in, dan weet je dat je lokaal heel erg tot oplossingen moet komen. Dat gaat niet generiek, dat gaat niet algemeen. Iedere gebied, iedere grondsoort, iedere sector zal zijn eigen steentje bij moeten dragen. Dat geldt ook voor de landbouw. Landbouw is niet één sector. Er zijn zeker zo'n 15 sectoren en die hebben allemaal een heel specifiek aandeel in die stikstofproblematiek, maar ook een hele specifieke oplossingsrichting. Je zult zien zometeen dat je daar apart onderzoek voor nodig hebt. Dat speelt nu al. Dus als je de Natura 2000 gebieden, de ruim 160 beetpakt, dan heeft ieder gebied zijn eigen problematiek. En dat kan zijn dat je zegt een waterpeil, verlaging, verhoging, wat kan dat betekenen? Dat kan ook zijn wat voor type stalsoorten kunnen er nog, wat voor type bewijdingssystemen kunnen er nog. Hoe kun je optimaliseren? Dat blijft belangrijk voor alle boeren en tuinders. Dus welke bestrijdingsmiddelen mag je wel en niet gebruiken in een bepaald gebied? En wat is optimaal? Ik ben bij een paar van die gebieden geweest. Ik heb heel veel betrokkenheid ook gezien van boeren en tuinders. Dus echt niet alleen maar weerstand of wat sommige mensen wel denken.
maar gewoon maar wel gericht op hun eigen toekomst. Als je mensen hun toekomst ontneemt op voorhand, hoef je ook geen medewerking te verwachten. Ja. En ik denk dat er heel veel mogelijk is in een soort samenwerkingsvorm. En er moet wel wat veranderen. Nou, oké, daar sta je dan voor. En daar zal ook onderzoek bij nodig zijn en toegepast onderzoek. En daar kan de topsector wat in betekenen. Ja. Gisteren werd ook een nieuwe actie aangekondigd door bijvoorbeeld Agractie. Hè. Er zijn meerdere partijen zijn druk bezig met de eerlijke prijs, zoals ze zeggen. Ze willen laten zien wat een boer krijgt voor een product. Supermarkten die zijn druk bezig met een laagste prijsgevecht. En dat staat haaks op een eerlijke prijs en een kostendekkende transitie. Wordt daar binnen de topsector over gesproken? Ja, in de topsector zelf, in het team van mij, zeg maar, er zit ook iemand vanuit de sector van de supermarkten. Dat is een niet makkelijk gesprek, want ook de supermarkten onderling hebben natuurlijk een competitie, zoals je al zei. Zoals boeren zelf onderling natuurlijk ook een competitie hebben. Dus die willen ook allemaal wel zo goedkoop en zo goed mogelijk zich presenteren. Maar er is natuurlijk wel aandacht, ook in de innovatie van de topsector, voor hoe presenteer je producten, hoe presenteer je versheid, hoe krijg je versheid in de winkels. Wat betekent dat voor de marge van die boerentuinders zelf? Want hoe dichter bij die en hoe korter de keten is, des te hoger is de marge die naar die sector toe gaat. Dus daar wordt wel over gesproken. En daar zijn ook allerlei onderzoeken wel voor aangediend en innovatievragen. Dat proberen wij te stimuleren. Een directe interventie om tot een hoger aandeel van de prijs te komen is ingewikkeld. Is ook voor de topsector ingewikkeld. Ja, dat zeggen mensen te makkelijk. En je ziet wel dat die supermarkten er ook mee worstelen. Ja, maar wat vindt u zelf van die laagste prijsgevecht? Ja, ik vind het dramatisch. Als ik heel eerlijk ben. Over de hele wereld. Dan zie je dat wij op twee dingen in de westerse landen vooruitspringen. We hebben het beste voedsel. En de laagste prijs gericht op ons inkomen. Nou, er zijn landen in de wereld waar meer dan 50% van het inkomen besteed wordt aan land- en tuinbouwproducten, aan voedsel. En in Nederland zitten wij ver, ver onder de laagste prijs. Als aandeel van ons inkomen. En dat is denk ik, dat zit ook tussen de oren. Dus daar kan de overheid ook iets aan doen. Daar kan de communicatie iets aan doen. Is het wel normaal dat wij alles automatisch willen hebben, een huis, een auto, vakanties, noem maar op. En de sluitpost is voedsel. En als je niet genoeg geld hebt voor alles, dan ga je uiteindelijk dan alleen maar beknibbelen op het voedsel. Dat is toch eigenlijk heel raar. En daar moeten wij ook een beetje vanaf, vind ik. Dus smaak en hoe iets eruit ziet en versheid. En daar moeten wij een prijs voor over hebben. Dat is wel een nieuwe boodschap voor het publiek van ons land. Want die zijn gewend om dat als goedkoopste te willen zien. Ja. Een ander punt. De overheid hanteert een stimuleringsregeling met potjes geld voor innovatie in de topsector. Bedrijven in de kleine sector en sectoren binnen de land- en tuinbouw die klagen dat ze dan moeilijk aan die gelden kunnen komen. Hoe kan dat beter? Nou, dat heb ik ook gezien. Dus ik heb natuurlijk gevraagd bij de eerste gesprekken van hoe ziet dat er nou precies uit? Waar gaat het geld heen? Dan zie je wel dat grote bedrijven die stap makkelijker zetten. Die hebben natuurlijk ook makkelijker een team om te sparren met grote universiteiten. En die participeren natuurlijk ook allemaal in de topsector. Dus we zullen een aangepast arrangement nodig hebben om het gewone MKB en de primaire agrarische sector, om die goed te kunnen laten participeren. Ik denk dat dat kan, maar daar zullen we apart aandacht aan moeten besteden. Dus daarom zeg ik, het is geagendeerd voor de eerste vergadering die nog moet komen. En dan zullen we echt wel aandacht besteden aan hoe kunnen wij ook de primaire sector makkelijker te laten aansluiten op dit soort onderzoeksvragen en onderzoeksfinanciën en planvorming. Want ik denk dat dat ook van belang is. Ik denk zelf dat in gemiddeld genomen de boeren zelf een enorme sprong gemaakt hebben na de Tweede Wereldoorlog. Gemiddeld genomen zal men denk ik al ver boven het mbo-niveau zitten. Heel veel hbo, geschoolde boeren, die kunnen echt wel participeren in onderzoek, maar ze hebben natuurlijk op hun bedrijf weinig tijd en ruimte om heel veel aandacht te besteden aan een R&D-aanvraag. En dat moeten we versimpelen. Ja. Nederland is wereldwijd koploper in de landbouw, maar hoe gaat de topsector ervoor zorgen dat Nederland ook koploper in de kringlooplandbouw wordt? Ja, nou, dat roept de vraag op wat nou precies kringlooplandbouw is.
Kijk, ik ben geen voorstander om die kring in fysieke zin zo eng mogelijk te maken. Zo van, joh, je mag alleen maar in je eigen dorp produceren en verkopen. Dat gaan we met koffie niet doen en cacao niet en thee niet. En met heel veel producten niet. Dat gaan we ook niet met vers fruit doen zomaar. Dus, dat kan ook niet als je alleen al kijkt en ziet dat de import ook alleen maar toe blijft nemen. En laten we eerlijk zijn, dat is ook niet duurzaam. Dus we zullen, en dat is ook eeuwenlang al niet duurzaam geweest. Hè. Doe maar, vanaf de 16e eeuw komt er al meel voor graan, voor broodbakken uit de oostelijke delen van Europa. Nou, dat zal niet veranderen. Maar het slepen over grote afstanden zal wel kritisch bekeken moeten worden en durven worden. Maar ik ben al blij als ik de exportcijfers zie dat wij 55% van onze export in een beperkte kring rondom, zeg maar, Frankrijk, Nederland, België, Duitsland exporteren. Dat betekent dat die kringloop al best een beetje automatischer is. En wat het licht van gewicht is en hoog van waarde, kan natuurlijk het verst getransporteerd worden. Dat zal blijven. Dus babymelk in poeder gaat naar China. Dat is niet onlogisch, zeg maar. Dus dat je dat soort producten een grotere afstand hebt. Die kringloop zal met name leiden tot het sluiten van de stroom, zeg maar, van input en output op het bedrijfsniveau. Daar zullen wij aandacht voor moeten hebben. We zullen ook aandacht moeten hebben voor wat is je milieugebruiksruimte. Heel breed gedefinieerd, niet alleen op stikstof, maar ook op fosfaat en CO2 en wat er ook allemaal maar niet op ons af zal komen. Die milieugebruiksruimte moet duidelijk zijn. Dat moet onomstreden zijn. Dat moet op bedrijfsniveau te vertalen zijn. En dan denk ik dat ondernemers in de toekomst daar best een weg in zullen vinden. Dirk Duijzen van Topsector AG&Food, Voet, dank u wel. Meer nieuws, dat kunt u vinden bij ons op de website nieuweoogst.nl. En daar leest u onder meer dat telers gewasbeschermingsmiddelen op voorraad kunnen blijven houden. Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag bepaald. Dat dus op nieuweoogst.nl. En wilt u niets missen van het laatste nieuws, download dan onze app. Dat kan in de App Store van Apple en in de Google Play Store. Dag.